Yes. Ik heb geen idee wanneer ik die stream had uitgezet. Misschien een uurtje terug of zo? Denk het wel. Ja. Ik zag dat... ik had even gekoekloerd, zeg maar zo van... Oh, Bastion. Hoe lang is Bastion? En hoeveel missies zijn er? En volgens mij heb ik gewoon nog één missie te gaan. En dan is dat het. En ik had zoiets van... Ik wil gewoon... Eigenlijk een punt zetten achter Bastion. Goed spel, maar een beetje... ja, niet helemaal. Dus... Ik ga er gewoon voor. Ik ga ervoor. Anders kan ik gewoon niet straks relaxed genieten van mijn smoothie. Nee, ik ga niet meer over die smoothies praten. Maar volgens mij, als het goed is, ben ik gewoon bijna klaar. Dus laten we daar wat willen. Grote skaffen of een kleine skaffen. Zoveel verschil zit er niet in. Ik doe zo. Dan zie je mijn live reactie op misschien de laatste missie. Het is niet zozeer dat ik zo... Oké, voor de duidelijkheid. Het is niet zozeer dat ik zo snel een punt achter de game wil zetten, maar... Als ik het zou moeten uitdrukken tussen een fun factor. Je hebt een fun factor van hier tot hier. Dan zit ik misschien... Hier ergens. Zeg maar in dit stuk. Daar, hoe doe ik dat met de camera? Gewoon ergens percentages. Zie, 0% fun is ook fun. Dus het gaat gewoon van hoeveel fun. Niet van slecht tot fun, maar gewoon hoeveel fun. En als ik van 0% fun tot 100% fun... Dan zeg ik 34%. Tussen 24 à 34%. Ja. Sure you didn't drop that twangy thing on purpose just to see if he go after you. Op naar de fun. They lost everything, didn't they? But they just keep on fighting like that's gonna bring it all back. Ik moet het kunnen afzetten voor mezelf. Anders, als ik het nou niet doe, dan gebeurt het denk ik nooit. Ik hoef denk ik geen upgrade. Ik kan daar nog even naar kijken, maar... I'm trying to undo it, remember? Maar ja... Ik kan nog even kijken naar die upgrades. Want hier zou ik er dan nog twee van moeten kopen. En van de hamer. Hoe kom ik daar dan aan? Is dat nog iets wat ik bij de shop kan kopen voordat ik dan verder ga? Dit is voor dat ding. Je weet wel, dat ding. En voor de hamer kan ik dus blijkbaar niks kopen nu. Ja, oké, dan upgrade ik gewoon dat ding. Het is meer damage of knockback. Ik ga voor de damage. Ja. Now we're looking at some serious firepower. Once the kid gets that last shard from Zulf, it'll all be over. Dit is het dan. Dit is het.
I can't hear him at misschien all duurt het, misschien is het een hele korte stream. Of gewoon echt een hele lange stream. But he'll be all right. Waarom krijg je een waarschuwing dat je dan niet meer terug kan eigenlijk? Just needs to get that shard from Zolf and come on home. Damn, als ik nou gewoon net door had gespeeld, dan was het de perfecte stream gewoon. The calamity hit the Tazzle terminals hardest of all. En met perfect bedoel ik gewoon dat ik in één stream de game gewoon in één keer dan uitspeel. No chance anything survived. You know why Zolf went back there. All his old friends. Wat gebeurt daar precies? Zolf must be there all alone. Just wait. You know what's funny? We're waiting. Sit and talk. Look around. There's not much left to do here, Bastion. Okay. So why not tell each other stories and pass the time, right? Kan de camera net niet. Naar beneden opgelost. Een beetje agressief spelen, gewoon niet dat ik er nou te snel doorheen wil lopen, maar volgens mij kan het ook wel. When the kid brings back that shard, the bastion will be complete. This disease the earth planted here will go away. So, Zeelandia will be whole again. Everything will be back to normal. Everyone will be alright. Dus je krijgt nog wel experience en items en zo natuurlijk om te verzamelen. Maar je kan dus niet meer terug naar Bastion als het ware. En wat gebeurde er nou? Ik stond ergens op. We're not gonna die. It's more like all of this will just stop. Things will go back to the way they used to be. Oh. That's the power. That was not my plan. This whole place. Is a living record of the times before the calamity. The way things were before this story. You follow me? Okay, krijg je nou ineens dan een jump? You'll be your old self again. Think of all those times that you threw your way. Lastig om te zien, want sommige panelen zijn doorzichtig.
Is net van kan je er wel lopen of niet? Hartstikke idee. Hartstikke idee. Komen nou meer lui hier nog naartoe of is dit? Something else. Oh. A confession. Oh. How come I know so much about the Bastion? Net iets te ver. Well, I designed the place, but that's beside the point. Een voordeel of één mooi ding is dat je maar daar veel help potions krijgt. Dus daar maak ik me nou niet echt zo zorgen om. What's to stop it from happening again after the Bastion does its thing? The answer is. I don't know. Ik ben heel erg benieuwd naar de boss of het einde van het spel. Hoe dat gaat. You're wondering if there ain't some other way out of this mess. It's all right. I can tell. Mm-hmm. But why would you even want another way? Unless you wanted to stay here with us. Well, that's sweet and all, but loop ik nou ineens langzaam of stick around. The weight of the calamity. It's on our shoulders. We can't just let it go.
Bastion does have another function, strictly speaking. Moet ik hier naartoe? Zoveel vragen. Ik niet. Okay. If ever the monument blew out and we couldn't repair it, we could still evacuate. First, we'd round up as many folks as we could carry. Next, we'd detonate the cores and we'd take off away from here. That would mean no going back. Ever. But then again, that way all of us could leave the city together. You know Zulf and his countrymen won't be giving up that shard without a fight, don't you? Als er één ding is wat ik nooit echt heel cool vind met games, is dat hij heel langzaam loopt. Als ik hem oppak, loop ik dan alsnog dan langzaam.
kid saves Ulf once, but I don't think he made the same mistake. I wouldn't. Oh. Don't you worry, though. Once the Bastion's restored, it'll all be all right. You ain't still thinking about that whole leaving the city thing, are you? When I was his age. I ever tell you about those days? Hey, kid. Get up, kid. Funny. I say get up. That's more like it. Now, set that shard into the monument there. Then we'll talk. The Bastion. It's finally finished. Now, there's something I want you to see. To the heart of the Bastion. I ain't one for long goodbyes, so here's the deal. Zia and I figure you've done the heavy lifting, so you get to do the honors. We can tell you how to work this thing if you got any questions. You can undo the calamity here and now. Go on, kid. And before I forget, thank you. Always wondered what the Motherland was like. Not that it matters anymore. Zolf only brought more ruin to the Ura. No wonder they didn't take kindly to him. You've got one thing left to do, so you hang on to that badge. Besides, you earned it. Don't let anything you've done get to you. You can save all those creatures here and now. You made it. So, let's see. You can either prevent the calamity, or stick around with me and Rex. I'd hate to be in your shoes. If I could be any place I wanted, I'd stay right here. We could go anywhere in the world. Zolf tried to talk me into joining him. I tried to talk him out of it. I guess we both failed. When I finally found my people, I told them we could help. They just took me for a traitor. Glad you showed up. Any moment I'd want to live again happened after the calamity, not before. Ready to get this over with? Okay.
Gaan we voor de restoration of de evacuation? Initiate the Bastion Restoration Protocol. Caution, this process will restore to a previous world state and is irreversible. Use only as directed. Evacuation. Initiate the Bastion's evacuation protocol. Caution, this process will cause irreparable damage to the core receptacles. Disabling the restoration protocol. Ik heb geen idee. Ik ga voor deze. Ik heb geen idee. Oh, mother. And here I figured you'd had enough of me by now. You could have undone the calamity itself. But instead, you want to stay in a world like this. I gotta admit, kid, I ain't yet put much thought in that idea of carrying on with you here. We can't go back no more, but I suppose we could go wherever we please. And if anyone left out there, I sure would like to see the look on their faces when we dock this thing right on that doorstep. Getting ahead of myself, though. I'm gonna need a first mate. What do you say? Dat was nog 24 minuten. Als ik nou 24 minuten lang had gespeeld bij de eerste stream, dan was het gewoon klaar. En natuurlijk heb ik nou niet alles gedaan in de game, zoals die upgrades en al die challenges. En je kan natuurlijk idols gebruiken zodat het moeilijker is, maar die idols zijn vooral van maak het moeilijker. Maak het moeilijker en je krijgt dan meer fragments voor dingen te kopen. Maar als die behoefte niet is om meer te kopen, of als het eigenlijk niet meer nodig is, dan is het gewoon eigenlijk meer moeilijkheidsgraad dan die ik instel. Het maakt niet uit dat je meer van die fragments krijgt dan eigenlijk, toch? Ik zelf snap daar niet helemaal die logica daarachter. Het is gewoon meer van, wil je het moeilijker maken? Ja. En dan dat je 5% dan meer krijgt, van ja, dat is leuk, maar ik had nou niet zoiets van, oh, ik heb nou echt meer nodig. Je hebt natuurlijk meer nodig als je het moeilijker maakt, maar ja. Ik denk dat, ja, je moet het natuurlijk ook even zien van wanneer de game is uitgekomen en van een kleine studio. Ik denk zeker voor die tijd, want volgens mij praten we dan over 8 of 9 jaar geleden. Dat het dan absoluut wel, ja, zeker wel een top game is. En ik snap wel waar die hype vandaan komt, maar wat dan eigenlijk interessant is voor mezelf, ik had iets van 3 uur gespeeld. En toen had ik zoiets van, ik pak het een andere keer op en daarna eigenlijk nooit gedaan. En
Ik had gewoon anderhalf uur langer door moeten spelen en dan had je hem uitgespeeld. Ik heb... Ik vind dat het wat vervelend om, zeg maar, een spel... Ik begrijp me niet verkeerd. Ik probeer niet echt een spel onderuit te halen of zo. Of, ik denk dat het gewoon goed is om wel kritisch te zijn of om te kijken van, hey, waar gaat het mis? Waar het voor mij misgaat, eigenlijk denk ik grotendeels in de game. Ik denk dat die combat af en toe voelt gewoon heel erg leuk aan. Heel goed aan. En zeker voor een game van die 8 of 9 jaar oud is. En op een gegeven moment zit je wel in de flow, maar... En als dat gebeurt, dan voelt die combat redelijk goed aan. Maar ik had echt het gevoel, zeker als je er wat sneller doorheen gaat... Dat het elke keer was van, ah, ik heb nou mijn wapen geüpgrade en dan vind je een nieuw wapen. Dat wapen moet je voor een level dan gebruiken. Dan kan je pas je wapen veranderen bij een arsenal of zo. Zo'n kleine hutje kan je dan je wapen veranderen. Terwijl het level eigenlijk meer gedesigned is voor dat wapen wat je daar dan eigenlijk vindt. En dan kan je ervoor kiezen om dat wapen dan te upgraden of weer terug te gaan naar je eigen wapen. Maar een volgende stage of een stage later vind je weer, dan kom je weer in hetzelfde scenario. Dus je kan nooit echt landen. Je kan nooit echt volledig van, oké, ik heb nu alles geüpgraded en nou voel ik me almachtig. En nou kan ik echt precies de moves doen die ik eigenlijk wil doen. Je bent te veel heen en weer aan het vliegen als het ware. Dat was mijn ervaring in ieder geval vandaag. En dat is niet iets wat ik persoonlijk dan leuk vind eigenlijk om te doen. Van, vaak vind ik het zelf meer van, hey, wat grinden, wat dingen levelen. Dan wil ik ook meer het gevoel hebben dat ik die wapens bijvoorbeeld master en iets meer tijd heb om even te voelen dat ik die meuk geüpgrade heb. En dat gebeurde eigenlijk dan niet, dat had ik nu niet. En kijk dan naar de laatste stage, dat je denkt van, oké, dan upgrade ik die musket eigenlijk van tevoren voordat je weggaat. En dan zegt de game, hey, je kan nou niet meer terugkeren. En dan krijg je eigenlijk heel snel die battering ram. Waardoor je ontzettend langzaam loopt. Je beide wapens zijn dan weg, die je eigenlijk gebruikt. Je ability kan je niet gebruiken. En de hele laatste stage is eigenlijk waarbij je best wel veel vijanden hebt. Dat je denkt van, geef mij gewoon mijn wapens in plaats van die battering ram. Waardoor je ten eerste helemaal in het laatste stuk dan niet doodgaat. Wel daarvoor, maar ontzettend veel held. En je met die battering ram eigenlijk iedereen, dat het eigenlijk een soort van one shot eigenlijk dan is. Dus waarom zou ik dan al die wapens upgraden? Want in het laatste level moet eigenlijk, denk ik, alles samenkomen. En dat je echt voelt van, nou, waar ik naartoe heb gewerkt, dat kan ik nu laten zien. En dat nemen ze dan eigenlijk een beetje weg in dat laatste level. En er is ook niet eens eigenlijk een boss die je moet doen. Dus er is een nieuwe Game Plus. Dat is dus voor alle wapens en XP heb je dan. Dus oké, nieuwe idols en distillery items heb je dus, nieuw spirit. En je kan gewoon alles eigenlijk bouwen wat je wilt. En er zijn dan natuurlijk nog challenges die je wilt doen. Dus er is natuurlijk wel meer. Maar ja, ik denk dat best en vooral de game is eigenlijk voor het verhaal. En dat was een van de punten die ik eigenlijk eerder ook aangaf. Is omdat de combat best wel hectisch is en je moet in de gaten houden waar loop je precies of waar komt iets vandaan. Dat ik eigenlijk vaak niet eens echt zo heel erg aan het opletten was met wat die narrator eigenlijk zei. En nogmaals. Klinkt een beetje kritisch en ik bedoel het niet verkeerd, maar het is wel... Ik had iets...
Ik had niet meer verwacht, maar ik had... Ja, er zijn gewoon wat dingen waar je eigenlijk nu tegenaan loopt. Ik denk dat het wat minder een tijdloze game is, zeg maar. Zeg maar, met Vest voelde dat gewoon eigenlijk alles voelde nog steeds heel goed aan. En ik kijk echt even puur naar de games die ik in de afgelopen dagen eigenlijk heb gedaan. Hyper Light Drifter is dan nog niet zo oud, maar Vest, beetje net zo oud als Bastion eigenlijk. Die voelde meer tijdlozer aan. En niet dat elke game nou tijdloos moet zijn, maar... Ja, waar wil ik naartoe? Voelde gewoon niet zo tijdloos aan. Ik ben nog wel heel erg benieuwd naar Hades, maar ik weet nou niet zozeer of ik nou... Ja, ik heb Transistor en Bastion eigenlijk ook al gekocht op de Switch. Ik ben benieuwd hoe Transistor eigenlijk aanvoelt. Omdat hij eigenlijk wat meer focust op die combat en zo. Van hoe voelt hij nou eigenlijk aan? En wat hebben ze daar eigenlijk veranderd? Wat is daar eigenlijk de iteratie van? Wat nemen ze mee van Bastion naar Transistor eigenlijk? Dat is op zich wel interessant om dat eens te bekijken. Maar het is dus eigenlijk, ja, ik denk 4,5 uur. Want playtime staat nu op 7,5 uur hier. En ik had al iets van 3 uur gespeeld. In het begin, denk ik. Dus ja, 4,5 uur is het eigenlijk als je op dit tempo er dan eigenlijk dan er doorheen gaat. Want je hoeft niet alles te doen. Eigenlijk om het... dat is eigenlijk meer als je een soort van A-goal achievements bijvoorbeeld halen. En dat is misschien ook wel belangrijk om te weten. Ik ben meestal niet die persoon om alle achievements te halen. Er zijn volgens mij 2 games waar ik dat heb gedaan. Alle achievements. 1 was Metal Gear Phantom Pain. Daar heb ik een platinum in gehaald. Dat was ook de eerste platinum. En misschien... Of ik was in ieder geval heel ver met Deus Ex. Niet de allereerste, maar die Invincible War. Niet die. Ik ga meteen even kijken. Was het Human Revolution? Ja, daar heb ik 45 achievements op Steam. Dan 45 van de 49. Dat was echt zo'n game waar ik helemaal... Oh, dat is eigenlijk wel een nice game om weer eens te checken. Ik moet ook nog steeds Mankind Divided uitspelen. Die heb ik voor 13 uur gedaan en ik was daar gestopt. Halverwege de game, denk ik. Ja. Maar oké, dat was Bastion. Ik heb me vermaakt, hoor. Wat ik al zei, van 0 tot 100% fun factor zat 24, 35. Ik leun meer naar de 24, zeker met dit einde. Ik leun meer naar de 24%. Misschien zelfs iets lager. Leuk, maar... Nu is dan de grote vraag, wat is dan de volgende game eigenlijk? Wat is de volgende game? Ik was vanochtend begonnen met Dead Cells. En dat leek me wel een ideale game eigenlijk. Om vooral 's avonds te doen. Ik kijk even naar mijn lijstje. Er zijn nog een paar games die ik noem ze gewoon even op. Die bovenaan staan. En er zijn er nog wat meer die ik ondertussen ook heb geïnstalleerd. Axiom Verge moet ik nog uitspelen. Dus dat is niet eentje die ik vanaf begin af aan overnieuw ga doen. Want daar heb ik al 2 uur, nog maar 2 uur van gedaan. Nou, Bastion hebben we gehad. Op zich zou ik Binary Domain weer opnieuw willen doen. Dat is op zich wel een leuke actiegame. Die heb ik op PlayStation 3 gedaan. Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar hoe die game aanvoelt op de PC. Dan heb ik eigenlijk een horror game die ik volgens mij vanochtend ook al noemde. Darkwood, die heb ik laatst gekocht.
Dat is een soort top-down horror game. Die heb ik nog helemaal niet gedaan. Dus dat is misschien een perfecte avondgame eigenlijk. Dead Cells had ik genoemd. Doom 64 is wel uitgespeeld. Dus die kan eigenlijk uit het lijstje. FTL. Heb ik voor 2 uur gedaan. FTL. Ik heb ook nog nooit die andere game gedaan. Into the Breach. Heb ik die nou op Epic of heb ik die... Volgens mij heb ik die gekocht op de Switch. FTL leek me wel geinig om gewoon eens te checken. Niet eens weer van, hey, ik ga deze helemaal uitspelen, maar gewoon dat je een paar potjes doet. Amnesia staat nog op de lijst. A Machine for Pigs. Maar als qua horror staat Darkwood even bovenaan. Het is even iets minder populaire game. Euro Truck Simulator 2. 0 minuten gespeeld. Leek me wel schijnig om te checken. Fest hebben we al gedaan. Hotline Miami 2. Nog 0 minuten staan. Die lijkt me dus eigenlijk ook wel eens interessant om te checken en om uit te spelen. Odalis. Dat is een beetje een soort van pixel art platformer. Schijnt heel moeilijk te zijn. Of in ieder geval moeilijk. Quake 1. En Quake 2. En maar lijkt het wel eens interessant om... Quake 1 of Quake 2 is online te checken. Gewoon een potje deathmatch. Wat heb ik nog meer? Rogue Legacy. Heb ik ook nog maar 2 uur gedaan. Dus ik zit een beetje in die run-based games. Zat ik even te kijken van... Hey, wat is leuk voor 2 uur te streamen? En dan dat je een punt erachter kan zetten. Dan heb ik nog een andere game. Underrail. Dat is een soort van Fallout top-down. Zoals die klassieke Fallout. En dan nog... Fulgar the Viking. Die heb ik voor 1 uur gedaan. En dat is ook een pittige platformer pixel art game. Ik denk dat misschien vanavond Darkwood aangaat. En misschien dat Dead Cells een soort van ochtendgame gaat worden. Bastion. Ga ik weer uit de lijst halen. Wauw. Dus even opnoemen voordat ik afsluit. Vest is uitgespeeld. Sinds het weekend. Hyper Light Drifter is uitgespeeld. Dat is gisteren gebeurd. Dat kan je allemaal checken op Twitch. Doom 64. Gisteravond uitgespeeld. Staat ook op Twitch. Vandaag. Bastion. Uitgespeeld. Bam. Kan ik allemaal aan de kant zetten. Allemaal, dat is afgerond. Daar hoef ik me niet meer zorgen over te maken. Wauw. Vet pro. Vet pro. Wie had dat verwacht? Wie had dat verwacht dat ik dat kon? Ik ga even nadenken. Ik ga even nadenken wat ik vanavond ga doen. Dus vanavond is misschien Dead Cells. Of even beginnen met Darkwood. Want Darkwood is nou niet echt zozeer een ochtendgame. En Dead Cells misschien juist wel. Misschien moet ik wel die dingen omdraaien. Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen wat ik ga doen de volgende keer? 1 ding weet ik wel wat ik nu ga doen. Ik ga een knopje zoeken en ik stop die stream. Het is, ik ga even wat eten. Even bank hangen. En ik denk dat ik misschien zo rond 8 uur nog heel even een stream aanzet. Heel even. Dat zei ik gisteren ook met Doom. Maar dat duurde net 2 uur. Voor de mensen die zo net keken, bedankt voor het kijken. Voor de mensen die dit later kijken, ook hartstikke tof. Druk even op dat follow knopje. Daar help je de channel mee. Zodat ik
VIP-status kan geven aan mensen. En zodat ik dan misschien meer emojis heb of zo. Maar nou heb ik... Ik heb volgens mij nog niet eens een monkey-emoji. Dat kan toch niet? Geniet van de dag. En zoals altijd, sta ook even op. Doe wat aan een beweging. Even wat jumping jacks. Dat is de tip van vandaag. Tot de volgende keer. Later.